Burgemeester grijpt in op vakantiepark Groesbeek. Alle vluchtelingen en arbeidsmigranten die er verblijven, moeten vertrekken. Bij controles door de gemeente is ook vastgesteld dat naast de nareizigers ook enkele tientallen arbeidsmigranten in een chalet verbleven. En verder in het nieuws vandaag. Beuningse buurt klaar met hardrijders nadat ook hondje is doodgereden. En moeten de drazines tussen Groesbeek en Kleef verdwijnen? De burgemeester van Bergendal heeft ingegrepen op vakantiepark De Oude Molen in Groesbeek. Het park kwam eerder in opspraak omdat nareizigers daar verbleven zonder dat de gemeente hierover was geïnformeerd door het COA. Nu blijkt dat het COA ook een fors bedrag betaalt voor de 19 staakcaravans. Eerder heeft de burgemeester al aangegeven dat deze recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor huisvesting. Het zijn recreatiewoningen. We vinden het ook heel belangrijk. Bergendal is een recreatiegemeente. Er zijn heel veel gezinnen die leven van recreatie en toerisme. Heel belangrijk. We werken samen met de provincie aan het beëindigen van illegaal gebruik van recreatiewoningen. En dan wordt door een Rijksoverheid wordt dan in strijd met de bestemming een heel groot aantal woningen aan recreatie onttrokken. Ja, dat vinden we ook niet zoals het moet. En nu blijkt dat de overheid ook een fors bedrag betaalt voor deze plekken. Hier op vakantiepark De Oude Molen in Groesbeek verblijven momenteel 139 nareizigers. En het COA betaalt daar maandelijks €16.000 per staakcaravan voor. Nou, een bedrag dat volgens burgemeester Mark Slinkman maatschappelijk onverantwoord is. Woordvoerder Jan Scholte van het COA geeft hierover aan dat het inderdaad ook een erg hoog bedrag is. En dat daarom vanmiddag is besloten dat er voor de nareizigers met spoed naar andere plekken wordt gezocht. Maar naast deze zogenoemde nareizigers zijn er ook andere personen gehuisvest. Bij controles door de gemeente is ook vastgesteld dat naast de nareizigers ook enkele tientallen arbeidsmigranten in een chalet verbleven. En ook voor hen geldt dat zij moeten vertrekken. De gemeente geeft aan dat er vorige week maandag 18 november een last onder dwangsom is opgelegd. Hierdoor heeft de eigenaar 2 maanden de tijd om in actie te komen of een reactie te geven. Aan de hand van eventuele verdere controles en de reactie of actie van de eigenaar wordt er gekeken of de boete ook daadwerkelijk wordt opgelegd. De eigenaar van het vakantiepark heeft aangegeven nog geen reactie te willen geven. De bewoners van de Lagunesingel in Beuningen zijn het zat. Automobilisten rijden veel te hard in een straat. Hoewel de maximumsnelheid 60 km per uur is, wordt er volgens hen nog regelmatig het gaspedaal dieper ingetrapt. Hier op de Lagunesingel in Beuningen gaat het al vaak bijna mis. Met afgelopen week een hoogtepunt. Een hondje is hier doodgereden door te snel rijdende auto's. Sommigen hebben dan ook nog een beetje zo'n knallende uitlaat. En dan geven ze hier op het stuk na het bruggetje nog even extra gas. Ja, het is echt wel soms echt een racebaan hier. En ook op het stuk waar automobilisten wel maar 30 km per uur mogen rijden, wordt dat er hard gereden volgens de buurtbewoners. Omdat er zoveel auto's langs de kant geparkeerd staan, kunnen er niet 2 auto's tegelijkertijd langs elkaar rijden. Wat zorgt voor onveilige situaties. Mensen schieten dan heel snel ervoor langs, want die denken, ja, anders dan moet ik zo lang staan wachten. Dus dan schiet je heel snel door, van oh, dan kan ik er nog net voor langs. Maar ja, dan komt een keer zo'n kind uit de struiken gerend of een hond en dan gaat het gewoon mis. En ook een van de buurtbewoners heeft de gevolgen hiervan al ondervonden. Ik woonde hier toen net 3 weken en schrok ik om 7 uur 's ochtends wakker van het alarm van mijn auto. En die was gewoon totaal losgereden hier voor mijn deur. Was gewoon een andere auto op ingereden. En nu worden er wel eens kleine aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van een bord waarop je kan aflezen hoe hard je rijdt. Maar ook worden aanpassingen weggehaald, zoals het verwijderen van 2 drempels kort geleden. En daarom zijn buurtbewoners zelf maar extra voorzichtig. Onze honden die lopen hier natuurlijk ook in de voortuin, maar die hou ik liever nu even achter de poort. Want ik ben bang als ze een keer toevallig de weg opschieten, dat ze wel een keer worden aangereden. Want ja, ze rijden hier toch echt wel te hard. Ja, en nou is er aan het begin van de straat is het nog 60, hier is het dan wel 30. Ja. Is het verschil ook misschien te groot? Nou, ik weet niet of het verschil te groot is. Mensen houden zich ook niet aan die 30. En ja, ik denk dat je moet gewoon zorgen dat hier geen auto's geparkeerd staan. De gemeente Beuningen geeft de volgende reactie.
We vinden het natuurlijk erg vervelend dat er een hondje is doodgereden op deze weg. Het is alleen niet mogelijk om een deel van de lagunesingel een lagere snelheid te maken dan 60 km per uur. Eén deel ligt namelijk buiten de bebouwde kom. De gemiddelde snelheid lag, bijvoorbeeld afgelopen september, tussen de 53 en 60,6 km per uur. Dit is een erg goed verkeersbeeld. Met de geregistreerde verkeersongevallen en de verkeersdrukte zien we deze weg niet als verkeersonveilig. De omgeving en de inrichting van de weg passen ook niet bij een lagere snelheid. Drie brandweermensen zijn maandagavond in Malden gewond geraakt door een gevaarlijke stof. Dat bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Alle drie de slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Toen een brandweerman na een oefenavond naar huis liep, werd hij bij zijn woning overlopen door één of meerdere personen. Er ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd overgoten met een onbekende stof. Omdat hij wist dat er nog mensen op de kazerne waren, ging hij snel terug om daar hulp te vragen. De politie doet verder onderzoek. Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Beuningen moeten vanaf 1 december een eigen bijdrage betalen voor een huisvesting. De maatregel, ingevoerd door de Rijksoverheid, vraagt om een maandelijkse bijdrage van €105 voor gas, water en elektriciteit. Dit geldt voor vluchtelingen van 18 jaar en ouder met een inkomen dat minstens 120% boven het leefgeld ligt. De gemeente Beuningen benadrukt dat de maatregel is bedoeld om de rechten en plichten van Oekraïense ontheemden meer gelijk te trekken met andere inwoners. Daarnaast blijft het werken voor vluchtelingen aantrekkelijk, aangezien de bijdrage pas verplicht is bij een hoger inkomen. Airport Wezen, gelegen tussen Nijmegen en Venlo, maakt zich op voor een druk winterseizoen. Met ruim 3500 geplande vertrekken verwacht de luchthaven 550.000 passagiers te verwelkomen. Een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. De stijging is volgens de CEO te danken aan de nauwe samenwerking met luchtvaartmaatschappijen en tour operators. De drukte op de luchthaven zal naar verwachting pieken rond de 20 december, wanneer de kerstvakanties beginnen in zowel Noord-Rijn-Westfalen als Nederland. Reizigers zoeken dan massaal de warmte op of vertrekken naar familie en vrienden elders in Europa. Diverse weerkanalen kondigen stormachtig weer aan voor de woensdagavond. Het KNMI heeft voor diverse provincies code geel afgegeven wegens kans op storm. In onze regio geldt vooralsnog geen waarschuwing. Wel worden er zware windstoten verwacht tot 90 km per uur. In de avond draait de wind van west naar noordwest en bereikt het sterkste windveld het land. De storm piekt waarschijnlijk tussen de 6 en 9 uur. Voor iedereen in het land is het aan te raden om woensdag op tijd eventueel losse dingen uit de tuin op te bergen en eventueel een lege kliko die aan de weg staat op te halen. Mocht de storm van woensdag een naam krijgen, dan is de kans groot dat de naam Connell wordt. De laatste trein tussen Nijmegen en Kleef reed in 1991. Maar er wordt regelmatig gediscussieerd over de terugkeer van deze verbinding. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit project. Maar de terugkeer van de OV-verbinding zou het einde van de draisine betekenen. Bij deze toeristische attractie kan je op een fietstrein over het oude spoor fietsen. Duits onderzoeksbureau Spiekerman concludeert het onderzoek dat een treinverbinding tussen Kleef en Nijmegen weer mogelijk is. Dit zal ongeveer 2 miljoen euro kosten, maar wel zal dit gevolgen hebben voor de draisine die hier rijdt tussen Kleef en Groesbeek. Ja, die stilgelegde strekken, daar wird ja schon seit Jahren immer mal wieder darüber gesprochen, dass die wieder reaktiviert wird. Das wäre für die Draisine natürlich von Nachteil, wenn die Draisinenstrecke bzw. wenn die Gleise wieder reaktiviert werden für Personenzüge und so weiter, dann wird der Betrieb der Draisine eingestellt werden müssen, weil das kann man nicht kombinieren. Hoewel zo'n 25.000 toeristen per jaar op de draisine afkomen, draagt volgens het onderzoek een goede treinverbinding tussen Kleef en Nijmegen bij aan een welvarende toeristische sector. Erstmal ist es so, dass wenn die Draisine nicht mehr hier existiert in Kranenburg, dass die Kommunen auch Einbußen haben,
Wir haben im Jahr circa 23 und 25.000 Fahrgäste, die aus ganz Deutschland kommen, beziehungsweise nicht aus ganz Deutschland, aber aus einem Umkreis von circa 100 Kilometer. Das Gleiche ist in den Niederlanden genauso. Und man darf bei dem Ganzen nicht vergessen, dass diese Fahrgäste, die von außerhalb kommen, dass die natürlich auch die einzelnen Städte wie Kranburg, Kleve und auch Grusbek, dass das der Wirtschaft gut tut, dass die Leute auch Gelder hier lassen. Das ist gut für die Gastronomie, wenn wir fremde Leute haben. Und das wäre natürlich ein enormer Nachteil. Deze Inwoner uit Nijmegen denkt nicht, dass es rendabel soll sein. Als die op zich gewoon zou verdwijnen, dan zou ik dat jammer vinden. Maar ik denk dat het alternatief om die trein terug te brengen, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan moet je dwars de Groesbeek of je zou hem om het dorp heen moeten leggen. Nou, dat is een investering die gaat gewoon niet gebeuren. Dus dan is het zonde van het geld. En dan kun je beter bijvoorbeeld geld steken in een betere busverbinding of zo. Als je dan toch iets wil met de OV, ik zie dat niet gebeuren. En dan is dit een prima toeristenvoorziening. Op dit moment is er al een OV-verbinding tussen Emmerich en Nijmegen. Dit is een bus die ongeveer een uurtje daarover doet. Met de trein zou je twee keer zo snel zijn. Na een dag met een paar buien gaan we vrijwel droge avond en nacht in. Waarbij het afkoelt tot minimaal 6 graden. Morgen staat de dag eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend gaat het regenen. En dat zal ook het grootste deel van de dag zo blijven. In de namiddag en avond trekt de wind flink aan en krijgen we dus met die zware windstoten te maken. Waar ik eerder in de uitzending al over vertelde. Het wordt morgen maximaal 11 graden. Donderdag wordt vervolgens een heel andere dag. Het blijft overwegend droog en ook de zon is veel aanwezig. Wel levert de temperatuur iets in, met maxima rond de 9 graden. Vrijdag is dat nog iets minder, met 6 graden. Wel is het vaker droog en rustig weer. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 26 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen!